like precious kids. Welkom bij Precious Kids. Welkom bij Precious Kids. Welkom bij Precious Kids. Hi Precious Kids, welkom bij een nieuwe Precious Kids Online. Ik ben Gigi Joy en vandaag zullen we Gods zegen ontvangen. Amen. Hij wil tot jou spreken. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Ik geloof dat God jou heeft geroepen om jou te gebruiken. En misschien zeg je, maar ik ben vandaag hier voor het eerst. Misschien zeg je, ik ken Jezus niet. Dit is de beste dag om Jezus uit te nodigen in jouw hart. Want Hij heeft een geweldige toekomst voor jou. En niet alleen dat. Als jij en ik kinderen van God zijn, dan hebben we het recht om hierna, wanneer ons leven op aarde eindigt, krijgen we het eeuwig leven. Wauw, zo geweldig. Hij houdt van jou. En daarom wil ik ook zeggen voor alle Precious Kids die voor het eerst meedoen, welkom home. Welkom thuis. Dit is jouw familie. Amen. Voordat we verder gaan, kom Precious Kids, open je harten. Hef je handen naar de Heer. Zeg in je hart van, Heer, ik verlang naar U. Want we weten dat er kracht is in ons gebed. Amen. Zullen we bidden in de tongentaal? Koraba sakarabaya raba sandaraba. Konarabaya raba shiki raba raba takaraba. Heer, we danken U voor Precious Kids. Heer, we danken U voor elke Precious Kid die nu aan het luisteren is. Die nu meedoet met deze online. Heer, zegen hen. Raak hen aan. En helemaal speciaal ook voor de Precious Kids die voor het eerst meeluisteren. Die voor het eerst over Jezus horen, Heer. Dat Uw liefde hun harten mag vervullen. En we willen U ook zo erg danken voor onze pastors. Voor onze geestelijke leiders, Heer. Opa Victor en oma Fifi. Die zo een hart hebben voor deze generatie. Zegen hen. Maak hen gezond. Heer, geef hen wijsheid. Zalf hen, zodat zij ons mogen helpen om Uw wil te begrijpen. In Jezus' naam. Als jij klaar bent te ontvangen, zeg dan amen. Net als deze hele maand is het thema van deze week weer: de Heer is mijn herder. Amen. En de Heer is mijn herder betekent dat God altijd met jou is. Dat Hij altijd met mij is. Dat Hij met ons wil zijn. Dat betekent niet dat er geen problemen zijn. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Maar het betekent dat Hij jou nooit verkeerd zal leiden. Dus laten we vandaag leren te vertrouwen op God. Zelfs wanneer er moeilijke tijden zijn. Als we kijken in de Bijbel, in Exodus hoofdstuk 15, vers 24, of eigenlijk vanaf 23 tot 27. Daar lezen we over het verhaal van de Israëlieten. Nadat ze samen met Mozes uit Egypte kwamen, uit de woestijn. Dus ze nadat ze niet meer slaven waren, dat ze niet meer onder druk werden gezet. Maar het was niet altijd makkelijk. En als we daar lezen, dan staat er ook op een gegeven moment dat ze gingen mopperen. Dat ze boos werden op Mozes, omdat het water wat ze kregen bitter was. Dus misschien volg je Jezus al, misschien ken je Jezus al, of misschien nog helemaal niet. En voel je dat het gewoon moeilijk is of verdrietig is. Maar weet dat God nooit jou verkeerd zal leiden. Dus laten we vandaag niet meer boos worden op papa, mama. Niet meer boos zijn op onze ouders. Niet meer boos zijn op onze juf of zelfs onze vrienden. Maar laten we God gewoon danken. Want dan kan Hij jou helpen. Dus er is een proces waar we doorheen moeten gaan. Er is moeilijke dingen die we misschien meemaken, Precious Kids. Maar God zal jou leiden. Want als we lezen in dat stuk in de Bijbel, staat er in vers 27 dat God hun bracht bij palmbomen en 12 bronnen van water waaruit ze konden drinken. Terwijl zo net hoorden we dat het water bitter was wat ze kregen. Dus als wij bidden en Gods hulp vragen, omdat Hij onze herder is, zal Hij jou helpen. Hij zal jouw gebed verhoren. En nu wil ik ook vragen aan alle Precious Kids die Jezus nog niet hebben uitgenodigd in hun hart. Kom, laten we Jezus uitnodigen. Hij zal jou in jouw leven leiden. Hij zal jou gebruiken om de liefde van God te delen met jouw vrienden die Jezus nog niet kennen. Daarom wil ik graag dit lied met jullie zingen. Zingen jullie mee? Ik wil vragen dat Multimedia mij helpt om de tekst hieronder te zetten. En het is heel simpel. We zeggen gewoon samen, kom in mijn hart, Heer Jezus. Zing maar met me mee. Kom in mijn hart, kom in mijn hart, kom nu in mijn hart, Heer Jezus, kom nu vandaag,
Kom in mijn hart, kom nu in mijn hart, Heer Jezus, kom. Kom in mijn hart, kom in mijn hart, kom nu in mijn hart, Heer Jezus, kom nu vandaag, kom in mijn hart, kom nu in mijn hart, Heer Jezus. Als jij dit gezongen hebt als een gebed, wil ik jou feliciteren, want Jezus is gekomen in jouw hart als jouw redder en jouw verlosser en jij zal eeuwig leven hebben en hij zal jou leiden in elke stap van jouw leven. Ik wil jullie uitnodigen om 12:30 voor alle Precious Kids van 3 tot 6 bij onze Digital Gathering via Jitsi. En als jij 7 tot 11 jaar bent, dan wil ik jou uitnodigen voor een speciale ontmoeting bij de Digital Gathering ook via Jitsi om 13:30. Ik hoop jou daar te zien. Wees gezegend en jij bent gekozen door God. Doeg! Welkom bij Precious Kids. Welkom bij Precious Kids.